Normaal is Floris Hovers in zijn werkplaats bezig met het maken van meubels en speelgoed. Maar een veld met bloemen ontwerpen, dat is wat anders. En hoe ontwerp je zoiets? Nou, met kinderspeelgoed. Je legt met kleine onderdeeltjes leg je, leg je een vorm. En die tulpentuin die wordt eigenlijk hetzelfde opgebouwd, maar dan met kratjes. Dus dan één zo'n dingetje is eigenlijk een kratje vol met tulpen. En die worden zo naast elkaar geplaatst. En dat gaat volgens mij een heel mooi beeld opleveren. 200.000 tulpen zitten er morgen verwerkt in het veld op de dam. Mensen die een kijkje komen nemen, mogen de tulpen plukken en meenemen. Dit zijn beelden van vorig jaar. En dit jaar gaat het er ongeveer zo uitzien. Maar wat stelt dit ontwerp van Hovers nou voor? Wat ik gelijk dacht is van nou het gaat sowieso over kleuren die die, die tulpenbol die, die we allemaal kennen. Velden met tulpen die we uit Nederland kennen, daar liet Floris zich door inspireren. Maar misschien zie je er zelf wel iets heel anders in. In mijn werk probeer ik dat ook wel uh, om, om ja, ruimte over, over te laten voor de, de eigen verbeelding, eigen invulling. Dus uh, wellicht dat een kind er iets heel anders in ziet als een, als een volwassen. Wil je nou weten hoe het er in het echt uitziet? Dan moet je morgen dus naar Amsterdam. En Floris, die vindt het best wel spannend, want het wordt zo al met al zijn grootste ontwerp ooit. Ik ben heel erg benieuwd eh, hoe dat gaat, maar eh, volgens mij wordt dat best wel spectaculair.